Wat zat er in die thee in de rust? Speed, geloof ik. Hey, ik heb geen idee, maar het heeft ons wel wakker gemaakt in ieder geval. En net op tijd in ieder geval. Je maakt vandaag je basisdebuut bij Heerenveen tegen NEC. En dan is zo'n krankzinnige wedstrijd. Ja, een fantastische wedstrijd voor het publiek en voor iedereen. Maar voor ons was het wel een beetje te spannend. Wat was er aan de hand in de eerste helft? Want, ja, eigenlijk niks lukte bij Heerenveen. Nee, het was lamlendig, denk ik. Zag je tempo in, iedereen stond stil. In balverlies staat niemand kort. Dus het was gewoon heel slecht. Kun je het verschil uitleggen tussen die eerste helft en de tweede helft vandaag? Ja, dat hoef ik denk ik niet uit te leggen. Het verschil zie je hem in de agressie en in de mentaliteit, denk ik. De tweede helft zie je dat we overal voor gaan en dat we op zoek zijn naar die goals. En dan gaat het ook komen. En die eerste helft was natuurlijk een drama. Dat was is moeilijk uit te leggen, maar die eerste helft, dat moeten we snel vergeten. En het is knap hoe we dat hersteld hebben. Had je nog vertrouwen in een goede afloop? Ja, ik heb het over het algemeen wel. Ik heb altijd zoiets van, een wedstrijd kan zo omslaan. En ik weet gewoon dat ik moet bezig zijn met mijn allereerste kans die ik krijg, die moet erin. En dat gebeurde. Dus bij 2-1 had ik het net ook over in de kleedkamer. Want iedereen had het idee van, wij gaan die wedstrijd winnen. Ik denk niet dat er in de rust heel veel geloof nog was. Alleen, ja, je pept elkaar wel op. En het is meer een beetje... de geloof is er niet echt, maar je doet het toch en het werkt wel en je gaat er één op één en je merkt dat het gelijk wel het NEC lastig heeft om daarop te reageren en dan komt er langzamerhand een beetje geloof en zeker naar de 2-1. Hoe kijk je terug op je eigen wedstrijd? Ja, wel redelijk. Natuurlijk zijn er altijd dingen wat beter kan, maar voor de eerste keer op rechtsback, wat ik niet vaak speel, een voldoende. Want je bent eigenlijk middenvelder, daar speel jij je wedstrijd in het tweede team en dan val je ook in bij het eerste. Wanneer hoorde je eigenlijk ook dat jij moest gaan spelen vandaag? 5 of 10 minuten voor de warming-up hoorde ik dat Doug Smit niet kon spelen, dus dat ik rechtsback moest spelen. En dan moet je heel snel schakelen, lijkt mij. Ja, ik hoorde ook al in de bus dat Doug zich niet helemaal top voelde. Dus ja, dan ga je al een beetje nadenken van wat de mogelijkheden zijn. En, eentje daarvan was dat ik rechtsback ging staan. Eigenlijk ongelooflijk. Ik vond het echt ongelooflijk om te zien hoe Heerenveen die wedstrijd in de tweede helft helemaal omkeerde. Had jij ook zoiets van, wat gebeurt hier eigenlijk allemaal vanavond? Ja, ik denk dat iedereen dat wel een beetje had. En wij waren een stuk beter, NEC was een stuk slechter. NEC speelde ons de eerste helft eigenlijk helemaal van de mat. De tweede helft denk ik andersom. En alleen maar heel mooi voor ons. Ik denk dat je één conclusie moet trekken. Dat wij niet bij de pakken gaan neerzitten. En als het even tegen zit, je verliest met van Ajax met 5-0. En je staat nu met 2-0 achter. En het is een ploeg die 8 weken op rij, of ik denk 7 wedstrijden, 8 wedstrijden op rij niet verloren heeft. Ja, die pak je hier even met 4-2. Dat scoor je 4 keer tegen. Dus ja, daar moet je alleen maar trots op zijn. Ik denk dat het publiek hier ook weer blij mee is. Want we staan nog steeds maar op 4 punten van de nummer 1. Dus daar hebben we het over. Dit is een fantastisch seizoen. Je moest ook eigenlijk winnen, want PSV wint, Feyenoord wint. Ja, maar ja, kijk, het is wel mooi dat je dat zegt. Je moet ook winnen, weet je. Maar winnen bij NEC uit, winnen bij Groningen uit. Dat zijn geen wedstrijden die je zomaar even standaard wint. Maar dit seizoen wel gelukkig, dus dat is alleen maar knap. Ik denk dat jullie Christopher Noordveld ook wel even dankbaar mogen zijn. Want hij heeft ook een paar goede ballen eruit gehouden. Zo, die had een hele belangrijke redding. Toen we gelijkspel of 2-2 of zo stond. En die hebben ook een schouderklopje gegeven. En Bas Dorst? Ja, meer dan een schouderklop? 2. Nee, die scoort er weer 3. Dus dat is echt een goede spits. In de winterstop zijn 14 goals. Dan heb je al zoiets van, als ik die 20 haal, dan dat is geweldig. Ja, nu staan we op 28, dus dat is... je ziet me lachen, dus je weet hoe ik me voel. Guidetti scoort vandaag 1 keer. Luc de Jong staat inmiddels op 2. Hou je dat in de gaten? Ik hou het niet in de gaten, maar ze zijn lekker bezig, dus dat is mooi. Ja, nu wordt het dan ook gevierd in Nijmegen. Ja, ik heb de joker gezet, dus ik blijf hier nog even in Nijmegen. En kijken of ik nog een kroegje in kom misschien.